Zo ging het vroeger. Weet je nog? De ouderwetse fotograaf. Ja. Dit is een camera. En dit is ook jullie camera. Eigenlijk is elke camera precies dit. Licht komt door de lens. En gaat door een donker stukje, jouw camera, en valt op een gevoelige plaat. En het licht komt hier aan de achterkant van ons schermpje. Kijk, ondersteboven zien wij wat hier buiten te zien is. Oké, nu weten we dus dat er licht op onze negatief of onze gevoelige cel moet vallen. Maar hoeveel licht? Nou, gelukkig zit er in elke camera tegenwoordig een lichtmeter ingebouwd. Zo gauw ik dit knopje indruk, meet die licht en geeft die mij waarden voor die opening en hoe lang mijn sluiter open moet staan in de zoeker. Dus je kan altijd lezen achter op de camera, in de camera, achteraf op de foto's, wat die waarden moeten zijn. Dit is een lichtmeter. Zo zag een lichtmeter er vroeger uit. Voor mijn grote camera die je net zag, is dat hetzelfde. En hierop lees ik de waarde van het licht. Dus hoeveel licht en hoe lang moet dat licht op mijn celletje vallen. In dit geval zegt hij 1,5 seconde bij opening 16. Dat is een minuscuul klein gaatje. Wat ik kan doen is mijn gaatje groter maken, het diafragma van de camera groter. En dan wordt die tijd langer. Dus de tijd dat mijn camera open staat en hoe ver die open staat, zijn altijd aan elkaar gerelateerd. Daarom heb ik een oefening die eigenlijk in het donker moet gebeuren. Want als het donker is, dan snap je, dan moet die tijd dus heel lang zijn. Dus als fotograaf kun je tijd fotograferen. In een tijd die langer is, kun je beweging bijvoorbeeld weergeven. Of in het donkerde kun je schrijven met licht. Vandaar de challenge van vandaag. Schrijf iets met licht. Ik heb geprobeerd een coronavirus te tekenen. Is niet helemaal gelukt, maar daarom denk ik dat jullie dat veel beter kunnen. Zo doe je dat dus, hè? Zo doe je dat dus. Tijd. Ik heb de tijd. Ik heb 5 seconden om dit te maken. Dus teken met je telefoon.